Focus op de stand van zaken. De Nederlandse premier Mark Rutte is op officieel bezoek in Suriname. In het kader van het intensiveren van de samenwerking tussen Suriname en Nederland voert hij onder andere gesprekken met president Chandrika Prasad Santokhi. In gesprek met de communicatiedienst Suriname geeft premier Rutte een uiteenzetting van hoe de samenwerking eruit zal zien. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Wij vinden dat heel belangrijk en hij is eigenlijk alweer hersteld, want we werken intensief samen weer met de regering van Santokhi en met zijn ministers. En de beste manier om dat echt verder te laten versterken is door gewoon te werken. En we werken op heel veel terreinen nu samen, dus heel praktisch. Dus mijn lijn is altijd, en ik merk bij de president hetzelfde, niet te veel praten over wat je allemaal zou willen, maar gewoon aan de slag en praktische dingen bereiken. Zijn er voor u prioriteitsgebieden welke het meest aandacht behoeven op dit moment voor Suriname? Ja, kijk, wat Suriname voor prioriteiten heeft, moet Suriname natuurlijk beslissen. Maar als ik zo met de president praat, dan is gezondheidszorg een hele belangrijke. En daar werken we ook intensief samen. We hebben de vorige directeur van het Nederlandse RIVM is hier aan het adviseren. En we proberen echt te helpen om die gezondheidszorg verder te versterken. Komt ook voort uit de samenwerking op het terrein van COVID, corona. Een ander terrein is zaken doen. Dus de mate waarin bedrijven graag met een land zaken willen doen. En ik denk dat dat in Suriname beter kan. Suriname staat op zo'n internationaal lijstje op plek 162. Dat is gewoon niet goed. En het is volgens mij niet heel ingewikkeld om dat snel te verbeteren. Dus we hebben nu afgesproken, president en ik, dat we met onze mensen gaan werken om snel Suriname te laten zakken op dat lijstje. Zodat het zaken doen hier makkelijker wordt. En dat helpt je weer om buitenlandse bedrijven aan te trekken. Suriname worstelt al enkele jaren met het herstellen van de economie. Als we kijken naar de infrastructuur van Suriname, is dat niet zoals het wezen moet als oud-kolonie van Nederland. Hoe zal Nederland op dit gebied een bijdrage leveren om Suriname een steun in de rug te bieden in het kader van de ontwikkeling van het land? Ja, we werken natuurlijk intensief samen dus op heel veel terreinen en als er kennis nodig is, kunnen we die ook leveren. Het is natuurlijk wel zo dat Suriname een ongelooflijk uitgestrekt land is. Met een kleine bevolking. Je hebt, wat is het, 650.000 mensen op een oppervlakte 5 keer Nederland. Dus in die zin is infrastructuur, zal altijd iets ingewikkeld zijn in een land als Suriname. Dat is onvermijdelijk vanwege gewoon de geografie. Daar kan Nederland aan bijdragen. Wij hebben natuurlijk het voordeel dat het een heel klein land is, heel compact. Met heel veel mensen. Zoveel dat het ook zijn gevolgen begint te krijgen op milieugebied en stikstof en waterkwaliteit. Dus, en daar kunnen we weer van Suriname leren. En dat is heel belangrijk in die relatie. Dat het niet is Nederland doseert Suriname. Nee, Suriname doseert ook Nederland. Want jullie hebben ook ervaringen op terreinen waar wij minder goed in zijn, waar wij van jullie kunnen leren. En dat is precies wat je wilt. Een evenwicht, en wat de Duitsers zeggen, even buurtig. Dus een evenwichtige relatie. Suriname maakt zich klaar voor productie als het gaat om de gas- en oliesector. Welke rol zal Nederland hierin mogelijk kunnen vervullen? Dat zullen vooral Nederlandse bedrijven zijn en Nederlandse kennisinstituten, denk ik, als Suriname dat zou willen. Vroeger kon je als Nederland ook nog bijvoorbeeld exportkredietverzekeringen geven. Maar omdat olie en gas natuurlijk weer niet gunstig zijn voor de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde, mag dat sinds Glasgow, de COP, de internationale milieutop, kunnen we dat niet meer doen. Maar er zijn natuurlijk wel Nederlandse bedrijven die daarbij betrokken zijn, ongetwijfeld, ook vanwege oude banden. En dat is prima. Focus op de stand van zaken.